mijn leven is best wel chaotisch met alle zorgen die wij hebben. En ja, ik zit hier wel heel vrolijk, maar het valt niet altijd mee. Ik heb zelf een gezin bestaande uit 4 personen. Mijn man en ik en 2 kinderen die elk een autistische stoornis hebben. En een van beiden heeft toch ook best wel fors last van agressie. Ja, mijn hulpvraag is met name opvoedkundig. En een stukje begeleiding bij helpt mij om deze kinderen gewoon een zo normaal mogelijk leven te geven. Het eerste wat we gedaan hebben is met alle hulpverleners om tafel. En gezegd van jongens, wat vinden jullie ervan dat jullie met zoveel mensen hier over de vloer komen? Nou, iedereen was het toch wel mee eens dat dat niet het meest ideale beeld was. Stichting K-Vriendelijk heeft toen eigenlijk ervoor gezorgd dat alle hulpverlening gestopt is. En zij hebben zelf alle hulpverlening overgenomen. Dus voor mij was de belangrijkste verandering dat ik van 7 hulpverleners naar 1 ging. En toen kwamen wij dinsdag in spoedvergadering bij elkaar vanuit de cliëntenraad. En daar werden wij geïnformeerd over het feit dat de stichting nog rekeningen heeft openstaan in totaal voor 94.000 euro. Waar bent u bang voor? Dat Stichting K-Vriendelijk straks niet meer bestaat. En wat zou dat voor u betekenen? Ja, een drama. Want als zij niet meer de zorg kunnen leveren zoals ze die leveren, dan ben ik heel bang dat het bergafwaarts gaat met de kinderen. Dat ze weer versnipperde zorg moeten krijgen, dat de zorg gekort wordt. En dat we weer teruggaan naar waar we vandaan komen. Ik zelf werd een beetje de spiegel voorgehouden, omdat ik dus dacht dat ik de enige was. Die 90% uitbetaling wat je hoort in de media, dacht ik van, nou ja, ben ik net degene die het niet heeft. Maar nu blijkt dus dat dus helemaal niet waar is. Ja, hoe reageert K-Vriendelijk op deze situatie naar u toe? Ja, heel professioneel, heel ontspannen. Want ze zeggen ook van, zolang we kunnen, blijven we zorg geven. Het is niet zo dat, omdat ik mijn rekeningen nu niet betaal, ik ineens geen zorg meer krijg. De zorg gaat onverminderd door. Er verandert wat dat betreft helemaal niks. Maar vanuit mijn functie als cliëntenraadslid kijk je daar wel een beetje doorheen en zie je toch wel van, binnenkort kunnen wij ons personeel niet meer betalen. Ja, en wat doet het personeel? Want als het voor hun een leuk extraatje is, dan werken ze wel mee. Maar er zijn ook personeelsleden die gewoon hun maandelijkse lasten moeten betalen. Nou, de oproep die ik wil doen is, geweldig mooi dat jullie de zorg onder de loep nemen. Maar alsjeblieft, grijp in. Want dit komt niet goed. En dan is het probleem straks nog veel groter als dat het was.